is inderdaad een sport, namelijk een ploegsport die ofwel op gras gespeeld wordt, ofwel indoor in een zaal, dat kan ook, en ook op het strand. Het is een ploegsport op het gras 7 tegen 7, waarbij het de bedoeling is om passen te geven en proberen de disc te vangen in een bepaalde zone om een punt te scoren. We hebben in België niet echt een uitgebouwde competitie. Wat we wel hebben is echt een toernooicultuur hier in België. We hebben bijvoorbeeld het Outdoor Championship, we hebben het Indoor Championship en we hebben het Beach. En er zijn ook heel wat clubs die toernooien organiseren, maar een echte competitie die bestaat nog niet in België. Er zijn denk ik een 15-tal ploegen die zelfs nog verschillende onderverdelingen hebben. En dan komen we in totaal denk ik aan een 30-tal ploegen. Er zijn en in Wallonië en in Vlaanderen verschillende ploegen. De grootste namen op dit moment zijn Gent, Bruggen en Leuven. Is dat te vergelijken met een andere sport? Goh, ik denk als ik het zelf speel, dan denk ik dat er zoiets is als een kruising tussen zeg maar rugby, basketbal en teambal. Dus er zit zo'n beetje van alles in. Er staat geen scheidsrechter op het veld. Het is top fair play. Elke speler zegt wanneer hij een fout gemaakt heeft. Andere spelers gaan zich ook niet moeien als er een fout gemaakt wordt. Als twee spelers in een situatie terechtkomen waar een fout in gebeurt, dan praten ze dat uit en dan wordt dat opgelost. Het kan zijn zelfs dat ze niet akkoord gaan, maar dat wordt altijd opgelost. Het is een gemengde sport in basis, dus jongens en meisjes spelen door elkaar. Je hebt twee verschillende mogelijkheden. Je hebt een open divisie waarin het niet bepaald is hoeveel jongens of meisjes er op het veld staan. Maar je hebt dan ook een mixed divisie waarbij er 50-50 gespeeld wordt. Drie jongens, drie meisjes en de aanval kiest dan ofwel een jongen ofwel een meisje. Bob, Bob! No break! En zijn speciale schijven waar het ermee gespeeld wordt? De schijven hebben inderdaad een vast gewicht, 175 gram, dat zijn de Ultimate Frisbee Discs. En die hebben ook een bepaalde doormeter, die zijn van een bepaalde grootte die in elke wedstrijd dezelfde is. Wat zijn zo de kernwoorden van de sport? Goh, ik denk fair play. Topsport zou ik zelfs durven zeggen. Fun en vriendschap en liefde. Hè?